dat voor schamen? Wij gaan er ook op af, wij gaan er met de politie op. Maar ze lopen er nog steeds. Wij moeten ze dan weer van de straat afhalen. En u roept wel en u schreeuwt wel en we moeten zeer autorens doen. Maar ik heb van u nog geen enkel concreet plan of enkele concrete oplossing gehoord worden dan. Maar vindt u dat niet? Op dit moment gaat het niet goed, maar ik vroeg het aan meneer. Er is mij ook vraag gesteld. En ik kan daar ook antwoord op geven, want natuurlijk moet je veel meer gebruik maken van cameratoezicht. Natuurlijk moet je veel meer gebruik maken van preventief fouilleren. Dat zijn allemaal concrete punten waarmee de veiligheid vordert. Ja, wij hebben er tientallen miljoenen euro's extra voor uitgetrokken om orderhandhavers op straat te hebben. Mensen die in de gaten houden wanneer het misgaat. Ja, mensen wat kunnen die ingrijpen in de orderhandhavers. Orderhandhavers zijn bijvoorbeeld de oren en ogen van de politie. Je kunt als er gebonden is in een tram, op koopavond, op straat, iedereen ziet het. Dan kun je gewoon, als het politie er niet is, ervoor zorgen dat die orderhandhavers dat signaleren, meteen de politie op erop af laten sturen, die mensen van straat halen. Orderhandhavers kunnen ook boetes krijgen als u bijvoorbeeld toekomstig wordt. De burgemeester doet één ding heel erg goed. Die eist namelijk meer blauw op straat. En het is uw minister die daarop bezuinigt. En dat kost 600 man hier in Den Haag. En u draagt er ook mee, want wat wij nodig hebben is meer blauw en niet minder. Nee, u denkt iedere keer dat u daarmee kunt schoon. Nee, u draagt er ook mee. Zonder politie zijn we nergens. En u zegt ook, de veiligheid is allemaal heel belangrijk. Maar tegelijkertijd bezuinigt de Partij van de Arbeid op de politie. Dat moeten de mensen ook maar doen. En de straat vind ik ook prima, maar mijn simpele vraag was. Overigens is er in de Kamer afgesproken dat die bezuiniging niet over de blauwe straat ging. Maar goed, iedere keer komt u er weer mee. Maar mijn simpele vraag was: wat vindt u dat er nu verbeterd moet worden in het beleid van burgemeester Van Aartsen op dit moment aan veiligheid? Want dan schieten we op, als we dat weten. Ik zou er heel erg voor zijn dat we een aantal bevoegdheden voor de burgemeester vergroten. Zodat hij ook meer armslag heeft. Dat kunnen we in Den Haag niet regelen. Nou, maar wij hebben volgens mij ook onze partijen... Maar wat gaan we in Den Haag regelen? Nou ja, wat wij betreft... We zijn bezig met een verkiezingscampagne in Den Haag. Maar weet of niet, want u gaat steeds over mij heen. Ik wil het graag weten, snel, van de weg. Wat mij betreft gaan we die bevoegdheden voor de politie uitbreiden. Wat mij betreft gaan we het cameratoezicht uitbreiden, is de partij tegen. Wat mij betreft gaan we het preventief fouilleren uitbreiden, is een partij tegen. Dus u doet niks, u zegt, ik wil u even onderbreken, alle drie. We gaan even naar een vraag uit het publiek. Ja.